chefsfriends.nl. Ik ben Nicky Kwarts. Ik ben chef-kok en eigenaar samen met mijn vrouw van restaurant Kwarts in Muidenberg onder de rook van Amsterdam. Ik zit hier nu 2,5 jaar. Ik ben verhuisd. Vroeger was ik eigenaar van Dijkhuisje in Lelystad. En op een gegeven moment kwam 75% van mijn klanditie kwam uit deze regio. Dus toen dacht ik, nou, laten we eens gaan verhuizen. En zodoende zitten we hier nu alweer 2,5 jaar. Dit is een restaurant op een redelijk hoog niveau. Ambities heb ik die, ja natuurlijk. Maar we willen gewoon lekker eten maken. Mensen een avond uitgeven. Zorgen dat dat ze aan niks ontbreekt. En dat ze iets krijgen wat je niet zo snel vindt. Of in de combinatie of in de techniek. Dus ook een vrij innovatieve keuken. In simpele weg soms heel minimalistisch. En soms is het heel creatief. Eigenlijk ook met alle invloeden van de hele wereld. Natuurlijk loopt Spanje als een vrij rode draad zeg maar, door de hele keuken heen. Omdat ik daar toch wel een voorliefde voor heb. Dus ook natuurlijk olijfolies. Dat wordt veel toegepast in de keuken. Wat mij gewoon fascineert aan de Spaanse keuken helemaal, is de eenvoud. Het draait om de kwaliteit van een product. En dat is hier in Nederland heel vaak anders. Vaak gaat het hier om het uiterlijk, maar daar draait het iets puur essentieel om het product. Het product moet van goede kwaliteit zijn, echt super kwaliteit. En dat vind ik gewoon heel erg interessant, dat het niet zo heel veel nodig heeft. En dat vind ik echt heel bijzonder. Als je zo kunt koken en zo met je eten, over eten denkt. In plaats van altijd te kijken naar prijs. Olijfolie speelt een hele grote rol, ook hier in Kwarts natuurlijk. Eigenlijk altijd al gedaan. Boter is vrij vaak zwaar en vet. En helemaal als je meerdere gangen eet, ligt dat vaak gewoon op je maag. Niet te veel dus. Dus boter gebruiken we niet zoveel. We roken het bijvoorbeeld. Nu momenteel gebruiken we de Valderrama, de Ahumado. De Albequina, de grote Albequina olijfolie in een gerecht. We passen heel veel dingen toe. Roken, infuseren bepaalde dingen. Aardbeien die we helemaal vacuumeren met olijfolies. We doen er eigenlijk van alles mee. De zwarte truffelolie hebben we in twee varianten toegepast. Een amuse die nu op dit moment in het restaurant geserveerd wordt, is een zacht gegaarde eidooier. Daarop hebben we een karamel gemaakt van sherry. Klein beetje fleur de sel, klein beetje peper. En daar gieten we een klein beetje zwarte truffelolie op. Komt asperge op, bieslook op, een schuim van asperge. En dan krijg je krokante oude kaas, komt erop. Dat is een van de amuses. Zo ongeveer een heel bombardement aan smaken in één klein eitje. Een vegetarisch gerechtje maken op basis van witte truffel. Hebben we aardappelpuree, hebben we een klein beetje witte truffelolie doorheen gedaan. Voor de zalvige effect. Daar alle groentes die we nu momenteel uit de tuinen krijgen. Bietjes, maïs, raapsteel, alles. En dat maken we af een klein beetje ook met witte truffelolie en een beurre blanc op basis van geitenboter. Dus het fris-zurige met de witte truffelolie, dat is echt heel lekker. We zijn nu bezig met voor herfst een dessert aan het ontwikkelen. Dat is een boomstam. We hebben een soort, een botercreme gemaakt. Op basis van de zwarte truffelolie. We hebben hazelnoten, eiwitschuims, bladeren gemaakt van pure chocola. Creme van topinambour die we nog hadden. Dus die hebben we opgedraaid en die hebben we even afgemaakt en voor gekeken of het bij het dessert gaat passen. Dus daar zijn we nu met aan het experiment bezig, maar dat laat ik zien zo direct in de keuken. Hoe wij nu gaan denken en hoe ver we gaan denken over straks voor de truffelolie om die straks gaan te verwerken in het gerecht. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefsfriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.